kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik heb gedaan en zo afgelopen week. En ik heb heel veel gedaan, dus daardoor ben ik wat later met weer met het vloggen. Maar als jullie mijn vorige video hebben gezien, dan zei ik 6 maart. Maar ja, ik ben er weer, daar gaat het dan. Laten we beginnen, zou ik zeggen. Ik heb een Spinichu Ninjago ding gewonnen. Ik weet niet hoe dat helemaal heet. Volgens mij is Spinichu afschiet nog wat. En daar kan je van alles mee doen. Trucjes. Je kan zo doen. En je moet hem zo doen. Je kan er van alles mee doen. Dus daar is alweer één ding. Ik heb een abonnement gehad. Daar heb ik... Weer door deze gekregen. Deze is van vandaag. Wauw. Dag maar Dukkie, die was weer eens een keer weer in zijn geld. Zoals gewoonlijk. Ik weet niet of jullie het kennen, maar... En ik ben gekozen voor het schoolvoetbal. Sommigen die bij mij op school zitten of bij mij in de klas weten dat wel. En ik zal kijken of ik ga winnen. Dat is een goede vrijdag. Voetbalverenigingen aan. Slow gaan wij voetballen op dat voetbalveld. Misschien zitten jullie wel op een van die scholen. Dat jullie mee doen. Volgens mij doe ik Kristallen mee. OBS Angerslo. Katamara doet volgens mij ook mee. En nog een school ergens in het Baghoosterveld ongeveer. Maar daar ga ik dus aan meedoen. Ik heb een... En ik heb een vakantie heb ik gehad. Daarom zou ik 6 maart weer beginnen. Alleen dat lukte niet. Omdat het heel druk was. En normaal zou ik adviesgesprek krijgen. Maar die zijn nu verplaatst naar... hoe heet dat? Naar dinsdag. Daar is naartoe gegaan. En... wat lukt daar dan? Oh, niks. Naar dinsdag had ik al gezegd. En ja. Is het een beetje een privézaak, maar dat zeg ik liever niet op YouTube. Maar ja, dat zeg ik wel, maar ik wil gewoon ook privacy hebben. En ik zou zeggen, dat is alweer een filmpje. Vond jij dit nou leuk? Klik dan even op het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En laat in de reactie weten wat jij het leukste vond in je vakantie. En wat jij hebt gedaan in je vakantie. En misschien doe jij ook wel mee aan schoolvoetbal. Laat in de reactie weten wat jij hebt gedaan in de schoolvakantie. En laters!